Ik doe net de deur van het balkon open en ik zie en hoor dat het regent. Waar ik enorm van baal is dat ik mijn waterflesjes in de koelkast heb laten liggen. Hallo, mijn naam is Janneke. Ik ben fulltime model en fanatiek hardloopster. Ik heb een grote passie voor trailrennen. Het liefst ren ik lekker buiten in de natuur en in de bergen. Vandaar dat ik ook te vinden ben in het mooie Kaapstad. Met de lines zijn op de achtergrond. Ik ga dit weekend iets heel leuks doen. Ik ga namelijk de B2B, dat is de 30 kilometer hardloopwedstrijd van Kaapstad naar Houpen, terugrennen. En ik neem jullie graag mee op dit avontuur. Dus veel plezier met kijken. Ik heb net mijn registratiebewijs opgehaald. Het was echt een enorme drukte, best wel chaos, maar ging gelukkig wel snel. Ja, het is nu vrijdagmiddag en zondagochtend gaan we van start. Hey, excuses dat ik in mijn bikini zit. Het is mijn vriend Chris. We zijn vanmiddag lekker naar het strand geweest. Ik heb eerder deze week best wel hard getraind. Ik heb een roadrun en trailrun gedaan. Een high intensity training en een training met gewichten. Dus ik probeer dan de 1 à 2 dagen voor een hardloopevenement wat rustiger aan te doen. En gewoon lekker te wandelen. En we hebben op het strand lekker gestrandtennist. En vanavond homecooked meal. We gaan een pastaatje maken. En ik ga proberen om op tijd naar bed te gaan, maar ik ben hier echt onwijs slecht in. Eigenlijk hoe vaker en hoe harder ik zeg dat ik vandaag echt ga proberen om op tijd naar bed te gaan, hoe slechter dit lukt. Dus let's see, laten we kijken hoe ver, hoe vroeg ik naar bed ga vanavond. Je hoort op de achtergrond, ik kan me niet horen, je hoort op de achtergrond heel hard een generator blaren. En dat komt omdat het loadshedding is in Zuid-Afrika. Dat houdt in dat je al 4 keer per dag 2 uur geen elektriciteit hebt. Dus vandaar dat de generators aanstaan om elektriciteit te produceren. Zodat je toch lampen en dergelijke aan hebt, shoppingmalls en dergelijke. We hebben een vegan pasta gemaakt met heel veel groenten en bloemkool en bonen. Wel wat geitenkaas erop om het lekker te maken. En rucola. Ik neem nog een glaasje met magnesiumcitraat en 2 tabletjes, 1 met immuunbooster en 1 met sleep met CBD erin voor het slapen gaan. Ik heb mijn race outfit voor morgen klaargelegd. Mijn oude vertrouwde Hoka's met, ik ben nog aan het twijfelen of ik normale sokken of compressiesokken aan ga doen. Een zonneklep, heel belangrijk hier. Misschien dat ik ook nog met een zonnebril op ga rennen, moet nog even over nadenken. Sport per haar shorts. Van een lokaal merk, heet Coa Coa. Heel erg zachte, comfy stof. Dit is een hydration pack, vind ik altijd heel erg fijn om mee te rennen. Zodat ik zeker weet dat ik genoeg water drink tijdens het rennen. Bibs, registratienummers die ik op de voorkant moet dragen. Ik ben nog twijfelen of ik met mijn telefoon of met mijn GoPro ga filmen. En mijn Polar Watch, die ook helemaal geladen is. Verder heb ik altijd nog een soort van EHBO-kitje mee met magnesium oil, wat blarenpleisters en een space blanket. Dat is eigenlijk meer als je gaat trailrennen, is dat belangrijk. First energy gum, you never know when you need the energy. Verder snacks, ja, er zal ook wel daar op, bij de aid stations wat van snacks aanwezig zijn. Maar ik heb gewoon even wat barretjes en wat fruits bars die ik voor de zekerheid meeneem. Maar ik doe ook alvast mijn ontbijt even preppen nu. Zodat ik morgenochtend, als ik om 3:30 wakker word, alvast even wat kan ontbijten eerst. Ik heb net mijn overnight oats geprept, zodat ik als ik wakker word morgenochtend dat meteen kan eten. Zodat ik op tijd gegeten heb voordat het evenement begint. Ik heb nog lekker even een theetje gezet en ik heb nog even veel water te drinken, zodat ik goed gehydrateerd ben voor morgenochtend. En ik heb nog een boek liggen waar ik nog eventjes in wil lezen. Om inspiratie te krijgen voor het hardlopen en de juiste energie voor het slapen gaan. Zodat ik helemaal geïnspireerd en uitgerust morgen aan de start kan verschijnen. Oh ja, ik zag net trouwens dat het inmiddels al 10:15 is. En ik moet om 4:30 op. 4:20 wegrijden.
Zodat ik rond 4:45 daar ben. Tijd voor final registratie. En om 5:30 begint de run. Dus ik kan nog 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. Oké, ik kan nog 5 uur slapen. Dus beter ga ik nu ook gewoon echt slapen. Goedemorgen, het is 4:15. Ik heb net gedoucht en mezelf aangekleed. En ik doe net de deur van het balkon open en ik zie en hoor dat het regent. Dat is al eventjes niet gebeurd in Kaapstad, dus ik ga even kijken of ik een regenjasje kan fixen om die in ieder geval mee te nemen. Ik ga nu eventjes ontbijt verder afmaken en ontbijt zodat ik op tijd gegeten heb en nog even goed water drinken. Overnight uit met fruit en pindakaas. Mijn vriendin zit nog, dus we moesten proberen een beetje stil te zijn. Maar ik sta nu dus in de lift naar de auto en dan ga ik naar de start rijden. Ik sta nu aan de start. Het is nu 4:45. Dus we gaan over een kwartiertje beginnen. Het is echt heel erg druk en heel erg donker. Dus je ziet niet echt waar je loopt of waar je moet zijn. Maar ik ga gewoon de massa met mensen volgen die hier nu achter mij staan. En dan komt het vast wel goed. Een key point wat ik vergeten ben, waar ik enorm van baalde toen ik de auto parkeerde, is dat ik mijn waterflesjes in de koelkast heb laten liggen. Dus ik ga nu volledig op de aid stations af, dat ik daar mijn water kan halen. Want ik heb dus een hydration pack mee, maar geen water. Echt rookie mistake hoor. Oh, echt balen. Maar anyway. Ik heb veel water van tevoren gedronken, gisteravond ook. En ik kan gewoon water drinken bij de aid stations. Dus het moet helemaal goed komen. We zijn in badges ingedeeld. Badge A is van start gegaan. Ik geloof dat dit badge B is. Als je denkt dat je onder de 2:45 bent. En dan heb je daar badge C. Dus, allemaal starten, 4 minuten. K's in. 18 kilometer. We gaan naar onze laatste heuvel omhoog. Dit is het punt waar mensen wel breken. Maar we zijn aan het in. 20 kilometer. Bovenaan de heuvel. En het is nu weer bergaf. Nog precies 10 kilometer. Net finished in 2:03. Het laatste stuk was pittig, maar het is een mooi beleven hier. Hartstikke leuk, hartstikke veel mensen. Het is 15 kilometer en de 30 kilometer. Yo. Benen zijn zwaar. Voilà, dit is. Het was niet makkelijk. De laatste 7 kilometer had ik echt hele zware benen. Maar ik ben bij de finish aangekomen. Dus ik ben blij dat ik er voor nu even op zit. Wat ik vandaag nog rustig ga gaan doen. Oké, dit is niet zo mooi. Ik heb net mijn schoenen uitgedaan. En ik heb echt een hele grote bloedblaar op mijn voet. Dat heb ik echt nog nooit eerder gehad. Tijd voor nieuwe schoenen. Net lekker gedoucht, helemaal weer fris en fruitig. Even op bed te chillen. Mijn vriend heeft lekker een proteïne smoothie gemaakt. Dus ik kan weer heel even opladen. Dus maar het is echt heerlijk om even te zitten. Hey, daar ben ik weer. Wij zijn inmiddels alweer terug van een verjaardag bij vrienden op een wijnboerderij. Dus ik kon helaas niet te lang chillen vanmorgen op bed. Maar we zijn inmiddels weer terug thuis. Ik ben nu al aan het brainstormen over aankomende uitdagingen. En ik heb een aantal hele leuke hardlopen avonturen in de pijplijn staan die hopelijk doorgaan. Ik zit een aantal runs te brainstormen. Een ervan is onder andere de Arctic Marathon in Spitsbergen. De noordelijkste marathon van de wereld. En ik hoop ook dit jaar weer de Marathon Mont Blanc te doen. Ik heb in maart heb ik ook 3 dagen stil evenement staan in Zuid-Afrika. Dus er komen heel wat leuke runs aan. En ik hoop me ook weer
vol enthousiasme weer mee te kunnen doen. Het uiteindelijke doel is om echt langere ultra's te gaan rennen. De goal die ik voor nu heb is dat ik uiteindelijk een 100 kilometer ultratrail hier in Kaapstad kan doen rondom de Tafelberg. En de uiteindelijke droom van iedere trailrunner is natuurlijk om de UTMB te doen. Dus let's cross fingers. Het is een mooi goal om uiteindelijk in gedachten te houden. Dus let's see where this journey will take me. Mocht je het leuk vinden om mijn hardloopavonturen in de toekomst te blijven volgen, vergeet me dan vooral niet te volgen op Instagram, @JannekeScherpenhuizen. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad om mijn vlog te volgen en een dagje mee te kunnen kijken hoe een hardloopevenement er in Kaapstad eraan toe gaat. En voor nu geef ik de estafette vlog door aan de volgende atleet of hardloper. Doei doei!